Vandaag zijn we bij HVA Bibliotheek, locatie Nicolaas Tulphuis. Hi Esther. Hi Yannick. Welkom bij de Bibliotheek Nicolaas Tulphuis bij de faculteit Gezondheid. En wat kan je hier allemaal doen? Nou, je kan bijvoorbeeld studeren met anatomiemodellen, tijdschriften inzien, boeken lenen, om hulp vragen bij de balie. Je kan zelfs een afspraak maken als je extra ondersteuning nodig hebt. Of gewoon lekker zitten studeren. Aha, en je kan hier dus ook de modellen lenen of bekijken. Wat zijn dit precies allemaal? Nou, in het eerste jaar beginnen de meeste fysiotherapiestudenten met de arm en daarna gaan ze door naar het been. Dit is natuurlijk fijn dat je dingen in 3D kan bekijken in plaats van plat op een plaatje in een boek. En als je bijvoorbeeld een presentatie hebt over het hart, dat je gewoon een hart meeneemt. En hey Esther, als ik deze boeken nou zou willen lenen, wat heb ik daarvoor nodig? Heb je collegekaart bij je? Ja. Goed, is die gevalideerd? Zeker. Oké, lenen. Leg je kaart maar neer en dan kan je ze helemaal gratis lenen. Ja, zeg maar gewoon ja, dan komt het goed. Esther, ik vind dit een heel mooi been. Mag ik deze ook mee naar huis nemen? Nee, dat mag niet. Je ziet het, ze zijn een beetje kwetsbaar. Dus die moet je binnen het gebouw, mag je die gebruiken. Ben je nou buiten het gebouw anatomie studeren, dan is het of het boek, of we hebben een anatomisch model als een app. En die kan je gratis op je telefoon zetten. Dat is de Visible Body app. Als je via de databanken naar de Visible Body gaat, de databank staat op onze website, dan kun je die gratis downloaden. Je wil het been hebben. Gaan we naar het been en dan kun je gewoon alles online bekijken en aanklikken hoe het heet. Kun je dingen wegbellen, dus kun je precies studeren het stukje wat jij wil. Meer 3D krijg je het thuis niet, tenzij je hem zelf gaat kopen. Maar het is heel duur hoor. En Esther, wat kan ik doen voordat ik naar de bieb ga? Je kan naar onze website gaan, dat is hva.nl/bibliotheek. Daar zie je de openingstijden, daar zie je welke studieplekken er zijn. En je kan alvast opzoeken welke boeken je eventueel zou willen. Die kan je gelijk aanvragen en die staan ze voor je klaar. En hoe kan ik thuis gebruik maken van de bibliotheek? Je kan via de website onze catalogus opzoeken en daar staan al onze e-books en e-journals in. En als je vakspecifieke informatie zoekt voor je opleiding, fysiotherapie, ergotherapie, mensendiek of verpleegkunde, dan kan je ook in de databank gaan zoeken en daar vind je dan allerlei artikelen die je voor je opleiding kan gebruiken. Deze ga ik thuis nog even verder lezen. Dankjewel!